Garcinia mangistana. Mangistan is een schaarse, tropische en dure vrucht. Hij kan meer dan een euro per stuk zijn in Nederland in een tropische winkel. In principe heb je verhoudingsgewijs weinig medicinale waarde voor je geld, in vergelijking met de aanschaf van andere groenten en fruitproducten. Ook in gebieden waar hij gekweekt wordt, geldt het als een dure vrucht. Hij heeft specifieke groeiomstandigheden nodig en de boom geeft maar een paar weken per jaar vrucht. De mangistanboom laat zich niet gemakkelijk kweken. In Indonesië, waar de boom wordt gekweekt, groeit hij niet op elk eiland even goed, terwijl de weersomstandigheden overal hetzelfde zijn. De biotopische factoren op elk eiland kunnen flink variëren. Mangistan is een van de weinige vruchten waarvan je aan de buitenkant kan zien hoeveel partjes erin zitten. De onderkant heeft een soort kroontje of stempel met een afbeelding van wat het meest lijkt op een bloem met bloemblaadjes. Het aantal bloemblaadjes geeft aan hoeveel partjes er in de vrucht zitten. Als je op vakantie bent in Zuidoost-Azië en je ziet mangistan te koop, dan is het aanbevelenswaardig een kilo te kopen en er een paar dagen van te genieten. Het is een bijzondere vrucht en het kan de vakantieervaring verruimen om van lokale producten te genieten. De voedingswaarde en medicinale kracht die deze vrucht heeft, kan je lichaam en geest versterken. Het lichaam zoekt zelf de stoffen uit voeding die het nodig heeft om in een zo optimaal mogelijke vorm te komen. Traditioneel wordt mangistan gebruikt bij huidproblemen, wonden en huidinfecties. Ook is het een volksgeneeskundig medicijn bij hoge bloeddruk, obesitas en diabetes. De bast van de boom wordt in verschillende landen zoals Cambodja, Indonesië en de Filipijnen gebruikt om thee van te zetten, als volksmedicijn bij diarree. Ook het zachte gedeelte van de binnenkant van de schil, de pericarp, geldt als een middel om thee van te zetten. Die werkt tegen diarree en dysenterie. In India wordt dit traditioneel gedaan. Supplementen op mangistanbasis. Er zijn veel producten te koop op basis van stoffen in mangistan. Het is nog niet bewezen dat deze supplementen goed werken. Mangistan bevat zeker speciale stoffen. Deze zitten in de vrucht en komen niet allemaal in de supplementen terecht. Daarnaast is er gewoon te weinig onderzoek gedaan om de medicinale werking van supplementen aan te tonen. Het is dan ook niet aangetoond dat mangistan ziekten kan voorkomen, maar wel is aangetoond wat de oorzaak is van ziekten in het algemeen. Deze oorzaak is gelegen in vrije radicalen en ontstekingen op celniveau. Deze ontstekingen worden bestreden door stoffen in mangistan. Echter, er zijn nog honderden andere fruit- en groentesoorten die deze ontstekingen kunnen remmen. Als wetenschappers de medicinale werking van voeding gaan onderzoeken, wil men vooral weten tegen wat voor soort ziekte een vrucht specifiek werkt. Antikankerwerking. De xantonen uit mangistan. Sinds Brian Peskin alle aandacht geeft aan de theorie van Nobelprijswinnaar Otto Warburg dat de oorzaak van kanker gelegen is in het zuurstoftekort van gezonde lichaamcellen, kunnen we zien dat wetenschappers die niet van de relatie zuurstofkanker op de hoogte blijken, toch de theorie van Warburg ondersteunen met hun studie. Uit onderzoek blijkt dat xantonen een belangrijke antikankerwerking hebben. Xantonen worden in overvloed aangetroffen in mangistan. Xantonen worden door wetenschappers soms omschreven als zuurstofhoudende heterocyclische componenten. Met andere woorden, stoffen die zuurstof kunnen leveren zijn kankerremmend. En dat kan mangistan, aangezien deze vrucht over veel zuurstofhoudende componenten in de vorm van xantonen beschikt. Uit onderzoek blijkt dat het tumorbestrijdend werkt op darmkankercellijnen. Dus we zagen dat xantonen een belangrijke antikankerwerking hebben. Ze kunnen nog een ziekte bestrijden, namelijk leptospirose. De meest voorkomende dierlijke bacterieinfectie wereldwijd, veroorzaakt door de bacterie Leptospira. Het wordt normaal gesproken bestreden met antibiotica zoals penicilline, doxycycline, cefotaxine, ceftriaxone, azithromycine, erythromycine en ampicilline. Uit onderzoek blijkt dat verschillende oplossingen fruitextracten op basis van mangistan deze bacterie ook de das omdoet. Dat is goed nieuws, want antibiotica kent bijwerkingen. En antibiotica levert resistente bacteriën op, waardoor deze en andere bacteriële infectieziekten moeilijker te bestrijden zijn.
Omdat wetenschappers het geloof in antibiotica niet helemaal los kunnen laten, worden stoffen uit Mangistan getest in samenwerking met penicilline. Vervolgens ziet men dat penicilline beter gaat werken als het gepaard gaat met toediening van xantonen uit Mangistan. Mangistan werkt ook tegen aderverkalking door te hoge bloedsuikerspiegel. Een te hoge bloedsuikerspiegel leidt tot schade in de aders. Aderverkalking heet dat. En dat komt doordat bloedsuikers ervoor zorgen dat aortische nitraatoxide niet kan worden verwerkt. En daardoor vermindert de aderwand die kwaliteit en ontstaan er ontstekingen. Daarnaast wordt de aderwand minder elastisch. Daardoor ontstaat hoog bloeddruk. We kunnen allemaal synthetische medicijnen innemen om dit proces onder controle te houden. Maar wat nu als een vrucht zoals Mangistan zowel bloedaderverbeterende verbeterende als diabetesremmende kwaliteit heeft? Onderzoekers uit Saoedi-Arabië en Egypte zagen dat Mangistan inderdaad als medicijn kan werken bij beide aandoeningen. Stoffen in deze vrucht repareren de aderwand door invloed uit te oefenen op het nitraatoxidemechanisme, waardoor de aderwand weer meer elastisch wordt en de bloeddruk afneemt. Verder zorgen flavonen voor een extra ontspanning van de aderwand, zodat het bloed beter door het lichaam stroomt. Mangistan en kiwi samen tegen osteoporose. Osteoporose is een botziekte die vooral ontstaat tijdens en na de menopauze van vrouwen. De ziekte is gerelateerd aan verminderde oestrogeenaanmaak. Voor dit onderzoek gebruikte men het fruitsap van Mangistan. Dit heeft genoeg medicinale eigenschappen om osteoporose tegen te kunnen gaan. In het onderzoek gebruikte men een mix van twee fruitsappen, namelijk Garcinia mangistana en Actinidia deliciosa. De laatste heet in het Nederlands gewoon kiwi. Het blijkt dat dit beter werkt dan een extract van de schil van Mangistan, wat men ook heeft onderzocht. Men vergeleek het extract en het fruitsap met het medicijn oestradiol. En dan blijkt dat het fruitsap van Mangistan en kiwi samen het beste werkt tegen osteoporose. Alfa-mangistine, een bijzonder xantoon. Italiaanse onderzoekers zien dat de stof alfa-mangistine een sterke antikankerwerking heeft. Omdat het ethisch gezien onveranderd wordt bevonden door medische autoriteiten om kanker te onderzoeken zonder het gebruik maken van een chemokuur, kan alleen de werking van een natuurproduct in combinatie met chemokuur worden onderzocht. Deze vooraf ingebouwde censuur op wetenschappelijk onderzoek weerhoudt onderzoekers er niet van om de kankerbestrijdende werking van vele vruchten te onderzoeken. Van alfa-mangistine wordt gezegd dat het eventueel in samenwerking met een chemokuur kan worden aangeboden, aangezien wetenschappelijk gezien dit hogere geneeskansen geeft. Helaas is het niet zo dat een hogere geneeskans, die wetenschappelijk bewezen is, voor oncologen aanleiding is het product standaard te gebruiken. En dat komt mede omdat de medewerkers van de medische wereld aan handen en voeten gebonden zijn als het gaat om het gebruik van inferieure behandelingen, zoals chemokuur en bestraling, die kortweg gezegd niet blijken te werken, gezien het grote aantal slachtoffers van kanker wat jaarlijks overlijdt en deze therapie heeft ondergaan. Nieuwe veelbelovende medicatie mag niet worden toegepast op straffen van allerlei sancties zoals ontslag. En dat willen de medewerkers in de ziekenhuisindustrie uiteraard voorkomen. Uit ander onderzoek blijkt dat alfa-mangistine borstkankercellijnen doodt. Het is volgens meerdere onderzoeken een antikankermiddel. En alfa-mangistine is een xantoon. En uit meerdere onderzoeken blijkt dat xantonen als alfa-mangistine niet alleen kanker kunnen remmen, maar ook antibacteriële eigenschappen hebben.